Bij Harry Mens zat ik ook te kijken. Dat heb je ook gekeken? Ja, dat was tot 2:30. En daarna begonnen hun. En daar ging het toch bijna mis, weet je. Ja, dat is toch even iets dat het... Weet Harry? Je, ja, ja? Let op. Het begin was goed. Ja. Het begin is goed. Je proeft nu de Baron Jacquot Reserve Chardonnay. Goudgeel van kleur. Het is echt mooi goudgeel van kleur. Fris. Dat is shot van Harry. Fris. Dat is ook zo dit. Ja, Harry wordt nu echt oud als je hem zo ziet zitten. Geen ondervoeding, maar toch dat fris, je denkt... Ja. Fris. Nog één keer, want die vond ik echt goed. Ja, Harry, ik vond, nog één dat, keer. Dat hoofd. Dat hoofd, ja, dat hoofd is heerlijk. Je proeft nu de Baron Jacquot Reserve Chardonnay. Goudgeel van kleur. Het is echt mooi goudgeel van kleur. Fris. Dat hoofd. Hey, en dan daarna... Ja. Ja, dan gaat hij toch iets zeggen wat niet lekker viel bij Wietse. Hè? Nee, let op. Dat viel niet lekker bij Wietse. Hout die doet iets heel moois met wijn. Die maakt hem zachter, romiger. Het is net een roombabbelaar, zeg maar. Zo'n snoepje, weet je, zo'n werds echte. Nou, ik zit hier gezellig op zondagochtend met jou te proeven. En dat is wat je met hout kunt krijgen. Hij zou voor mij nog iets zachter mogen. Nou, dat kan. Dan laat je me even staan. Ja, ik vind het prima. Dat was niet de bedoeling, hè? Hey, kom. Nee, maar kijk. Ik die komt gelijk. Maar ik begrijp dat wel, want die man, ja. Zijn zaak is achter Veendam daarbij meedoen. Ja, ja. Dus die rijdt op zaterdagochtend, want ze nemen het op zaterdag op. Ontvroeg. Rijdt hij daar naartoe en dan gaat die Harry die wijn van hem af zitten zeiken. En ja, dan dat moet waarschijnlijk ook nog 10.000 euro betalen. Ja, maar dat doet hij nooit. Dat doet Harry nooit. Maar dat zag je ook wel aan die man, hè? Ja, dat laatste stukje. Wiets was boos. Ja, die zat hem echt niet lekker. Hij heeft een kutweekend gehad. Kijk, hij vindt hem zelf lekker. Kijk. Nou, dat kan. Dan laat je hem even staan. Ja, ik vind het prima. Leuk, joh.